3 jaar geleden won de toen 9-jarige Amira Wilgehagen het tv-programma Holland's Got Talent. Afgelopen zaterdag was zij te gast in de radiostudio van N1. Dan hoor ik je denken, waarom? Ja, want iedereen ontroerde met haar prachtige operastem. En ondertussen is ze 12 jaar, gaat ze de hele wereld over om op te treden. Nijmeegs trots. En hier in de studio, het is Amira Wilgehagen. Zo, goedemiddag. Hi. Alles goed? Ja. Mooi. Hey, ik ga eventjes terug met je naar 2013. Jij gaf jezelf toen op voor Holland's Got Talent. En iedereen, ja, die werd een beetje verliefd op je. Hoe goed kun jij je dit nog herinneren, Amira? Best wel goed. Want het was de eerste keer dat jij voor een heel groot publiek aan het optreden was. Was het echt extra spannend eigenlijk? Nou, ik vond het niet heel... Ik was niet heel zenuwachtig. Ik was vooral heel opgewonden dat ik camera's zag die me filmden. Ja. Want dat was toen echt mijn droom als klein meisje. Ik wou gewoon één keer op tv komen. Dus ja, dat is echt heel leuk. Ja, en toen kreeg je natuurlijk een golden ticket. Toen won je het programma. Wat gebeurde er daarna allemaal? De volgende ochtend belden al mensen. Ik wil je interviewen. En ook André Rieu belde de volgende ochtend. Van, wil je met me optreden op het Vrijthof of zo? En toen had ik een masterclass van hem gekregen. En er kwamen heel veel interviews en heel veel aanvragen van alle landen. Hongkong, Zuid-Afrika, Engeland, Duitsland, alles. Dat is wel natuurlijk heel gek natuurlijk. Je bent een meisje van 9 en iedereen die wil in één keer wat van je. Ja... Dat was best wel apart. Ja, dat kan me voorstellen inderdaad. Je hebt opgetreden over de hele wereld. Heb je eigenlijk nu nog dromen? Want dat was eigenlijk toch je grote droom. Ik ben nu in elk continent geweest. En in heel veel landen. Behalve in de continent Oceanië. En ik wil heel graag nog in het Operahuis in Sydney optreden. In Australië. Jeetje, dat is een droom inderdaad. Hey, je treedt op voor volle zalenzuiken inderdaad. En dat zingen dat komt eigenlijk gewoon door je familie. Want iedereen is wel een beetje muzikaal, hè? Mijn moeder speelt viool. Mijn broer die is net gestopt met viool, maar hij speelde wel viool. En mijn vader speelt accordeon, piano en orgel. En mijn moeders vader en haar oom en alle familie van mijn moeder... die zingt ook een beetje klassiek opera. Dus het zit wel echt in de familie. Hey, je treedt hier nou zoveel mee op. Wil je er nou ook echt je beroep van gaan maken? Ik weet het nog niet zeker, want later dan ben ik aan het zingen en dan gebeurt er iets met mijn stem en dan moet ik voor eeuwig in de pizzatent gaan werken. Dus ik ga wel gewoon mijn school afmaken en recht studeren, zodat ik een zingende advocaat kan worden misschien.